De Kokstraat. Een van de oudste en smalste straatjes van het mooie dorpje Eefde. De Kokstraat is een actieve straat die altijd meedoet met de lichtjesoptocht, met het versieren van de straten rond de Oranjefeesten. Dus de Kokstraat staat voor gezelligheid, voor saamhorigheid en voor eendracht. Rondom de straat zijn enkele percelen vrij voor bebouwing. Projectontwikkelaars willen deze nu maximaal volbouwen. Dit is het kamphuisterrein. Een klein, ingesloten gebiedje. En hier zouden 18 huizen opgebouwd worden. Het terrein is ongeveer een halve hectare groot. Ongeveer een voetbalveld. Hier ziet u de 4 huizen, Kokstraat 20 tot en met 26, die in de afgelopen 1,5 jaar gebouwd zijn. Deze nieuwe bewoners zijn van harte welkom geheten in de Kokstraat met een mooie kerstkrans rondom de feestdagen. Het plan Rustoordlaan 30. Achter deze huizen in de Kokstraat worden 3 eensgezinswoningen gebouwd onder 1 groot schuurdak. De eerste verdiepingen van deze huizen krijgen gigantische ramen die pal uitkijken op de tuinen van de bewoners van de Kokstraat. In de kernvisie Eefde van de gemeente staat dat buiten de bestaande plannen tot 2030 ongeveer 50 woningen gerealiseerd moeten worden. En daarvan zijn er nu 21 in of aan de Kokstraat gepland. Volgens de gemeente is een goede afstemming van de uitgangspunten vereist en niet in de laatste plaats een belangrijke regierol vanuit de gemeente. Wij als bewoners van de Kokstraat voelen ons daarin pas op het allerlaatste moment ingeseind. Want na lang aandringen vond er een informatiebijeenkomst plaats met projectontwikkelaar De Bunte. En op deze avonden bleek dat er geen ruimte was voor aanpassing of inpassing. Er is nu met de 4 nieuwe woningen al een toegenomen druk in de straat voor wat betreft verkeer. Als daar 18 woningen bij komen, neemt het aantal verkeersbewegingen dramatisch toe in de straat. Wij vragen u om uw plannen te herzien, zodat de Kokstraat voor de huidige bewoners, maar ook voor toekomstige bewoners, een fijne straat blijft om in te wonen.